There are lots of unanswered questions of what happened in Paris on that night. In de schimmige hoeken van de koninklijke geschiedenis, waar fluisteringen net buiten bereik blijven, heeft een waarheid gewacht op het moment om onthuld te worden. Nu, op 77-jarige leeftijd, heeft de chauffeur van prinses Diana eindelijk zijn stilzwijgen doorbroken en bevestigd wat we al lang vermoeden, maar weinig durfden te zeggen. In zijn eerste live televisie-interview sinds die tragische nacht opende Colin Tabbett, de man die de geliefde prinses regelmatig chauffeurde, zich over de angstaanjagende herinneringen en emotionele littekens die haar voortijdige dood hebben achtergelaten. Zijn schokkende onthulling versterkt de tragedie van haar overlijden en verdiept het gevoel van verlies voor degene die het dichtst bij haar stond. Tabbett suggereert ook een huiveringwekkende link tussen de onrust in Diana's leven en de gebeurtenissen die leiden tot die noodlottige nacht. Sluit je bij ons aan terwijl we de nieuwe details over Diana's dood onthullen, zelfs na 27 jaar, aangezien Tabbett's getuigenis een donkerder en complexer verhaal onthult dan de wereld ooit kende. De ontrouw van koning Charles. In de jaren die zijn verstreken sinds de vroegtijdige dood van prinses Diana is haar verhaal alleen maar complexer en aangrijpender geworden. De onthullingen van haar turbulente huwelijk met prins Charles, ontsierd door ontrouw en verraad, hebben lagen van tragedie toegevoegd aan haar nalatenschap en schetsen een portret van een vrouw die verlangde naar liefde en acceptatie in een wereld die vastbesloten leek haar beide te ontzeggen. Het huwelijk tussen prins Charles en prinses Diana, dat ooit de belichaming leek van een koninklijk sprookje, was in werkelijkheid een relatie vol uitdagingen. De verbintenis, gevierd met grandeur en bekeken door miljoenen over de hele wereld, ontrafelde langzaam in een tragisch verhaal van verraad en verdriet. De wereld, die Diana zo gretig had omarmd als de prinses van het volk, zou spoedig leren over de donkere onderstromen die onder het oppervlak van haar huwelijk stroomden. Lang voordat hij trouwde met Diana, had prins Charles een hechte relatie onderhouden met Camilla Parker Bowles, een band die het einde van zijn huwelijk zou blijken te zijn. Camilla, meer dan alleen een vriendin, was een vertrouweling en een significante aanwezigheid in Charles' leven. Een aanwezigheid die een lange schaduw over zijn relatie met Diana zou werpen. Ondanks de publieke perceptie van hun huwelijk als een sprookjesromans, veroorzaakte Charles' voortdurende affaire met Camilla gedurende zijn huwelijk immense stress bij Diana, wat leidde tot gevoelens van toenemende isolatie, verraad en verlatenheid. De impact van Charles' ontrouw op Diana was diepgaand. Het verwoestte niet alleen haar vertrouwen in haar huwelijk, maar ondermijnde ook haar gevoel van eigenwaarde. De kennis dat haar man emotioneel en fysiek aan een andere vrouw vastzat, liet Diana worstelen met gevoelens van ontoereikendheid en afwijzing. De publieke façade van haar huwelijk begon te vervallen, waardoor de diepe emotionele wonden die Diana met zich meedroeg zichtbaar werden. In 1994 werden deze persoonlijke worstelingen in de schijnwerpers gezet toen prins Charles openhartig zijn ontrouw bekende tijdens een televisiedocumentaire. De bekentenis veroorzaakte schokgolven door het land en de wereld, wat de geruchten die al lange tijd rond het koninklijk paar zweefden bevestigde. Charles' eerlijke bekentenis was een keerpunt, niet alleen in hun huwelijk, maar ook in de publieke perceptie van de koninklijke familie. De schijn van perfectie die hen omringde was onherstelbaar vernietigd. De spanning van deze onthullingen bleek te veel voor het al fragiele huwelijk. In 1992 kondigden Charles en Diana hun scheiding aan, een stap die het begin markeerde van het einde van hun verbintenis. De scheiding, hoewel op bepaalde manieren een opluchting, markeerde ook het begin van een zeer publieke ontmanteling. De mediastorm die hun elke stap volgde, intensifieerde waardoor hun persoonlijke pijn een spektakel voor de wereld werd. Het laatste hoofdstuk van hun huwelijk kwam in 1996 toen hun scheiding officieel werd afgerond. Slechts een jaar later zou het leven van Diana tragisch eindigen in Parijs, waarmee een boek werd afgesloten over een leven vol zowel buitengewone triomfen als diepgaand verdriet. De onthullingen over de worstelingen van prinses Diana, met name het verraad die ze binnen haar huwelijk heeft ondergaan, hebben haar getransformeerd van een koninklijk icoon naar een symbool van menselijke kwetsbaarheid. De ontrouw van koning Charles werd genoemd door de chauffeur van prinses Diana, Colin Tabbett, tijdens een interview. Hij spreekt over een schandaal dat een lange schaduw heeft geworpen over de Britse koninklijke familie. Decennia lang waren fluisteringen over Charles' ontrouw een vast onderdeel van de roddelbladen. De wereld keek toe hoe Diana, de volksprinses, een huwelijk navigeerde dat getekend was door verraad. Charles' affaire met Camilla Parker Bowles was niet alleen een open geheim, het was een wond die nooit genas, waardoor Diana geïsoleerd en gebroken achterbleef. Golf van samenzweringstheorieën. De tragische dood van prinses Diana op 31 augustus 1997 bij een auto-ongeluk in Parijs blijft een bron van diep verdriet en fascinatie. In de loop der jaren is dit evenement omhuld door mysterie en speculatie, wat heeft geleid tot de verspreiding van samenzweringstheorieën die de verbeelding van het publiek blijven boeien. Deze theorieën zijn geëvolueerd,
aangewakkerd door de blijvende fascinatie van het publiek voor Diana's leven, haar tumultueuze relatie met de koninklijke familie en de omstandigheden rond haar voortijdig overlijden. Jarenlang hebben samenzweringstheorieën rondom de omstandigheden van Diana's dood gezwierd. Van beweringen van paparazzi-pesten tot fluisteringen over interne spanningen binnen de koninklijke familie. De zoektocht naar de waarheid is een onophoudelijke zoektocht geweest voor velen. Het idee dat een dergelijk tragisch evenement het resultaat zou kunnen zijn van iets sinisterders dan een gewoon ongeluk, heeft de interesse van het publiek levend gehouden, wat heeft geleid tot talloze speculaties. Het onmiddellijke onderzoek naar het ongeluk onthulde de rol die de paparazzi speelden in de gebeurtenissen die voorafgingen aan het ongeluk. De onophoudelijke achtervolging van Diana door fotografen was een gevaarlijk spel geworden en velen begonnen de ethiek van de media in hun behandeling van publieke figuren in twijfel te trekken. Een van de andere luidruchtige voorstanders van deze samenzweringstheorieën was Mohammed Al-Fayed, de vader van Dodi Fayed, die ook bij het ongeluk omkwam. Al-Fayed beweerde dat de koninklijke familie samenspande om Diana te doden om te voorkomen dat zij met een zoon zou trouwen, een bewering die breed is afgewezen, maar die de speculatie blijft voeden. De beschuldigingen van Al-Fayed brachten de diepe verdeeldheid en de spanningen binnen de koninklijke familie aan het licht en de wereld die Diana had geprobeerd te navigeren. Theorieën kwamen ook op dat MI6, de Britse inlichtingendienst, betrokken zou zijn geweest bij het orchestreren van haar dood. Aanhangers van deze theorieën wijzen vaak op de chaotische omstandigheden van het ongeval, inclusief de vermeende storingen van de bewakingscamera's in de tunnel en de vertraagde reactie van de hulpdiensten. Het mysterie rond deze anomalieën verdiepte alleen de publieke achterdocht, aangezien het voor velen onvoorstelbaar leek dat zo'n prominente figuur onder zulke onduidelijke omstandigheden zou kunnen overlijden zonder enige vorm van kwaadwilligheid. In reactie op de groeiende samenzweringstheorieën lanceerde de Metropolitan Police in 2004 Operation Paget, een uitgebreid onderzoek gericht op het onthullen van de waarheid achter Diana's dood. Het onderzoek onderzocht meer dan 175 samenzweringsclaims en concludeerde uiteindelijk dat het ongeval het resultaat was van een tragisch ongeluk, verergerd door het roekeloze rijgedrag van Henri Paul, de dronken chauffeur en de achtervolgende paparazzi. Ondanks deze bevindingen, die de officiële versie van de gebeurtenissen bevestigden, bleven veel van de samenzweringstheoretici overtuigd van een moord op Diana, aangewakkerd door claims van voorzorgsgevoelens en insiderkennis. Een bijzonder overtuigend stuk bewijs voor samenzweringstheoretici was een brief die naar verluid door Diana aan haar butler, Paul Burrell, was geschreven, waarin ze hintte naar angsten voor een ongeluk dat door haar echtgenoot, Prins Charles, was gepland. Dergelijke claims, hoewel sensationeel, bleken geen geloofwaardig bewijs te hebben en werden door onderzoekers verworpen. De aanwezigheid van een dergelijke brief, ongeacht de authenticiteit, droeg echter bij aan het aura van mysterie rond Diana's dood en voedde verder de publieke speculatie. In een aangrijpend en emotioneel interview bevestigt Colin Tabbett eindelijk wat velen al lang geloofden. Koning Charles was niet alleen ontrouw, hij is een beruchte bedrieger. Zijn ontrouw en openbare schande was niet alleen een persoonlijk verraad, het was een katalysator voor een reeks gebeurtenissen die zouden culmineren in een onvoorstelbare tragedie. Colin Tabbett laat doorschemeren dat de onrust waar Diana mee te maken had, verergerd door Charles' voortdurende affaire, mogelijk heeft bijgedragen aan de emotionele en psychologische druk waaronder ze zich in de laatste dagen van haar leven bevond. Zoals Colin Tabbett de gespannen momenten voorafgaand aan de crash beschrijft, schetst hij het beeld van een vrouw die niet alleen een prinses was, maar ook een kwetsbaar mens, worstelend met immense pijn. De meedogenloze publieke controle, gecombineerd met de privé-ellende van de ontrouw van haar echtgenoot, creëerde een snelkookpan van emoties. Diana was wanhopig om te ontsnappen aan de verstikkende grenzen van een huwelijk dat al lang was ontbonden. En het was deze wanhoop, suggereert Colin Tabbett, die haar ertoe bracht risico's te nemen die ze anders misschien niet zou hebben genomen. En nu, terwijl Colin Tabbett eindelijk onthult wat hij zo lang verborgen heeft gehouden, blijven we achter met de beklijvende vraag: had alles voorkomen kunnen worden als Charles trouw was geweest? Deel je gedachten in de reacties hieronder.